Nou, we zijn nu al profielen aan het maken voor eigenlijk bij voorkeur een eredivisie seizoen. Ja, dan moet je nu al gaan doorselecteren. Dat doen we met een technisch hart. En aanstaande maandag zitten we weer bij elkaar. Ja, je moet nu al je voorwerk doen en daar zijn we volop mee bezig. Wat zijn de plannen van NEC buiten het veld? Wat zijn de ambities? Nou ja, het is opleiden en scouten. Dat worden de belangrijkste strategische pijlers voor de club. Gewoon goed investeren in onze opleiding. Zodat we lokaal talent een kans in de Goffert kunnen geven. Maar ook creatief en slim scouten. En daar gaan we in 2015 het grootste gedeelte van de aandacht aan besteden. En de stadionplannen, daar wil je natuurlijk ook graag mee verder. Nou, ik heb al vaker gezegd, een nieuwe Goffert geeft de stad wat, maar geeft de club ook veel. Ja, en ik denk dat als je naar alle andere clubs kijkt, dat voor de langere termijn ook een goede oplossing is. Om te zorgen dat we een grotere begroting krijgen. Maar uiteindelijk is het allereerste en het allerbelangrijkste, dat weet iedereen, zorgen dat onze inkomsten en kosten op hetzelfde niveau komen. Zodat als we een keer iemand transfereren, dat ook geherinvesteerd kan worden in de opleiding en in de scoutingapparaat. En daar is al onze aandacht gaat daarna uit. En natuurlijk het kampioenschap. We willen gewoon kampioen worden. Dat is het doel. Transfereren. Gebeurt er ook nog wat in deze winterperiode? Nou, het komt moeilijk op gang. Hè? Winterperiode is altijd anders dan de zomerperiode. Dat zie je nu ook. Wij hebben nog steeds dezelfde strategie. Deze ploeg willen we bij elkaar houden. Alleen als er een offer is, we can't refuse, dan gaan we daarnaar kijken. Maar het moet dan zo zijn dat we kunnen herinvesteren op een niveau dat we ook ons doel kunnen halen. Lees, promoveren. Adresia Hambach is op dit moment weg voor de Azië-cup, maar hij maakt het seizoen af bij NEC, verwacht jij? Nou, zoals het er nu naar uitziet wel, ja. Maar dat spreekt hij zelf ook uit. Hè? Ik bedoel, ik denk dat we nu in een momentum zitten, en dat zie je aan andere spelers ook, dat die ook heel graag kampioen willen worden. En die zijn nu onderdeel van een proces. En daar zijn mensen gewoon positief over. En Alireza is daar zelf ook een onderdeel van. Maar het is wel zijn laatste seizoen. In de zomer gaat hij normaal gesproken wel weg. Nou ja, je hoeft geen wiskundige te zijn om te zien dat Alireza een hele getalenteerde voetballer is. En ik denk dat als je nu kijkt wat de beweging om hem is, dan zou het best wel zo kunnen zijn dat niet het einde van zijn contract wordt, nee. Er is natuurlijk altijd een naam die rondzoomt bij NEC. Marcel Boekhoorn, hij is hier niet, maar hij is er wel bij NEC, hè? Ja, zeker. Nou, we hebben gewoon intensief contact met Marcel. Hij is nu zelf op vakantie. Maar we betrekken hem in de plannen. Het is gewoon het feit dat wij een aantal goede investeerders hebben. En die denken mee en die kijken mee. En Marcel is daar gewoon onderdeel van. Er kan veel bij NEC weer in de toekomst, verwacht jij, als jullie maar kampioen worden. Dat is echt essentieel, dus voor alle plannen. Nou, ik durf al te zeggen, ik kan geen 20, 30 jaar terugkijken. Maar als we belangrijke maanden voor de club moeten benoemen, dan is januari tot april zijn denk ik wel de belangrijkste maanden de afgelopen jaren voor NEC Nijmegen.